Heel hartelijk welkom allemaal op de opening van de Pit 010 Campus hier in Charlotte. Jullie zijn nu in de Pit 010 Campus. Daarin wordt een welzijnsproject gedraaid met ongeveer 350 deelnemers per jaar en 70 vrijwilligers. De Pit 010 Campus is een leer- en ontwikkelcentrum waar mensen zich kunnen ontwikkelen om zo of toegeleid te worden naar betaald werk of toegeleid te worden naar vrijwilligerswerk. Maar mensen zoals meneer Redan zijn echt goud waard. De vrijwilligers die het hier draaien, die draaien het eigenlijk echt. En ik ben eigenlijk maar meer een soort passant die de mensen hier een beetje facilitair ondersteunt. Het is ontzettend belangrijk om iets te doen en ook iets te doen waar je trots op bent. Neem maar een verjaardag waar je bent. Iedereen vraagt hoe is het op je werk. En deze mensen kunnen niks zeggen, want ze doen geen werk. Doordat ze hier iets doen, kunnen ze vertellen over wat ze doen. Dan hebben ze weer een doel in het leven. Een doel waar ze naar kunnen werken en ook weer een perspectief waar naartoe ze kunnen werken. Nou, ik ben hier gekomen met tegenzin, moet ik eerlijk zeggen. En ik ben dus gemotiveerd door hun. Dus ze hebben me laten zien dat niks doen geen optie is. Nou, en als je thuis zit een half jaar lang, het is schoongemaakt. Je gaat je eigen zitten vervelen. Dus ik liep op een gegeven ogenblik langs het oude servicepunt en daar zag ik een folder van vrijwilligers gevraagd. Ik kan het alleen gaan proberen. Ik heb vastgezeten, ik heb in de gevangenis gezeten. En als je vrijkomt, kan je geen kant op. En heel veel mensen die zijn niet geschoold zoals ik. En hier krijg je scholing, Nederlandse taal. En je leert schrijven, computerles. En ze hebben alle tijd voor je en dat vind ik hartstikke mooi dat er zoiets is opgezet. En heel belangrijk voor Charles, maar ook voor heel Nederland, waar er hulp nodig is. Ik heb bij mijn moeder gezien, die had een uitkering, hoe funest het is als je niks te doen hebt. Want je wordt wakker en je gaat drinken. Je gaat tv kijken en je gaat drinken. En dat drinken dat wordt zuipen en dat zuipen dat wordt een probleem. En doordat deze mensen een dagbesteding hebben en een ritme hebben, en we weer teruggeven aan mensen dat ze wat waard zijn, zorg je ervoor dat ze niet in die valkuil stappen van die negatieve spiraal en ze weer aan het ontwikkelen gaan in plaats van dat ze aan het downgraden zijn. Hey Wessel, kom je voor de briefing? Nee, ik kom nergens voor. Je komt hier het eten op eten. En kom even buurten. Meer niet. Bij deze.